Noordzee, dat is eigenlijk mijn onderzoeksgebied. En wat iedereen weet is dat er mammoeten in de Noordzee geleefd hebben. Maar dat is natuurlijk niet juist, want die beesten hebben daar niet rondgezwommen. Die liepen daar rond toen de Noordzee droog land is geweest. Voor mij is het bedrijven van de wetenschap paleontologie een liefhebberij, een hobby, of hoe je het ook maar noemen wilt. Maar een liefhebberij kun je op verschillende manieren uitoefenen. De gemiddelde verzamelaar van fossielen zal dat eens in de week doen, op een zondagmiddag naar een groeve of op een zaterdag naar een vereniging, om daar met soortgenoten van gedachten te wisselen. Ik doe het een beetje extreem. Ik hou me er dag en nacht mee bezig, naast mijn werk als douaneambtenaar op de luchthaven Schiphol. Toen ik mijn eerste boek over de fossielen van Nederland kocht, toen stonden er prachtige verhalen over mammoeten in. Ik ben toen meer de literatuur gaan bestuderen en iedere keer, en we hebben het al over ruim 30 jaar, bijna 40 jaar geleden, prachtige afbeeldingen van mammoeten in en altijd mammoeten in sneeuw en ijs. En ik vond als kind, ik was toen 13 jaar, ik vond dat zo vreemd. Want ik wist uit die literatuur dat mammoeten eigenlijk gewoon olifanten zijn, maar aangepast aan een koude leefomgeving. Toen ben ik op onderzoek uitgegaan of dat wel zou kloppen. En ja, ik heb aangetoond, met anderen weliswaar, dat de mammoeten bewoners zijn geweest van een koude, droge gassteppe. Want mammoeten, en we hebben het dan over de wolhagen mammoet, dat zijn grazers geweest. Ik heb wel aangegeven, het zijn olifanten. Olifanten houden zich zo'n 16 tot 18 uur per dag bezig met het fourageren. Nou, dat vind je niet op zo'n besneeuwde toendra. Dat vind je wel op zo'n kale, droge grassteppe. En die wolhagen mammoet, die liep in die laagvlakte tussen wat nu Engeland is en Nederland, massaal rond. Dat is een koud, droog steppengebied geweest met meanderende rivieren. En daar ging wel eens een dier dood. En die lag dan op de oevers, gedeeltelijk opgevreten door grotten, hyena's die hier rondliepen. Misschien nog wat opgevreten door leeuwen, sommigen bejaagd door leeuwen. We zijn hier op de Zandmotor, een kunstmatig aangelegd schiereiland. Ruim 20 miljoen kubieke meter zand, opgebaggerd van de Noordzeebodem. Zand dat ooit afgezet is door de Oerrijn en de Oermaas. En dat zit vol met fossielen van mammoeten en andere ijstijdsoogdieren. Niet alleen mammoeten, wolhagen, neushoorns, leeuwen en beren, maar ook van zeehonden, walrussen, beluga's en dergelijke, die hier ooit gelijktijdig geleefd hebben. En dat maakt deze zandmotor, die 20 miljoen kubieke meter zand, tot een eldorado voor amateur archeologen en amateur paleontologen. Ik ben met een visser in contact gekomen en die bracht een mammoetkiezer voor mij mee. En hij vertelde, we vissen van alles op. Hij zei, ik wil alles voor je meebrengen als dat goed is. Dus nog graag. Hey, want die visser is geen specialist op het gebied van fossiele zoogdieren. Ik was dat onderhand intussen wel geworden. En ik wil liever die selectie doen. En zo heb ik met die visser een relatie opgebouwd dat hij werkelijk alles verzamelde. Niet alleen die overblijfselen van de skeletten en de gebitselementen, maar ook de vindplaatsgegevens, de coördinaten van daar waar het net weer omhoog gehaald was. En zo heb ik een heel mooi inzicht gekregen over die hele zuidelijke bocht van de Noordzee tussen Engeland en Nederland, waar wat te vinden is. De zandmotor is een waar paradijs. Het is niet veel, wat fossielen uit het ijstijdvak, schelpjes, kleine stukjes bot. Maar toch wel een topvondst. Een jonge mammoet. Bekken. En dan vinden wij het anno 2013 terug. Dan moeten we toch blij zijn. Dat is toch schitterend.